Krijg net een melding van YouTube. Ze hebben een leeftijdsbeperking op mijn kanaal gezet. Ja, volgens mij staat gewoon onder elk kanaal dat het niet van onder de 18 is. Maar nee, het zal wel. Het is uiteindelijk wat het is. Ik heb iets opgeschreven. En dan ga ik het wel weer aan de flow laten of zo. Er waren weegschaaltjes die niet kunnen wegen. Ik moet even wat dichterbij halen, hè, met die bril op. Weegschaaltjes die niet kunnen wegen. Straks boos dat ik ze zie. Visjes die zwemmen in de zee. Mijn zoete water willen vervuilen. Maagden die checks uitschrijven die ze niet eens kunnen betalen. Al die geitjes en voornamelijk de steenbokjes. Aan de drugs, sletten, hoeren. Ondertussen jezelf beter voelen. Schorpioentjes die hun scharen verstoppen. En de boel misschien zelfs wel lijden. En waterbadden die hun tijdperk gewoon een schande zijn. Allemaal lage energie en negatieve troep. Denken tegen het systeem te kunnen winnen. Ja, mijn systeem, het systeem van God. En allemaal het willen faken totdat ze het gemaakt hebben. En daarvoor mag alles kapot, zullen ze iedereen slopen. Alles maar wat zich maar wil mengen in dit gele. Ja, allemaal zo meteen, jullie onderbuikgevoelens. Het lijkt er echt steeds weer op. Ja, die schaartjes. En is het echt, sommigen die zullen met iedereen samenwerken die mij niet mag. Alles waarom... mij uitschakelen, hun smerigheid kunnen verstoppen. Het gewoon mijn haters opzoekt. Ik niet echt vijanden naar mijn idee had, hè, maar dat hebben ze wel gecreëerd. Een heleboel jaloerse mensen ook of zo, een heleboel. Ik weet niet. Het is lastig, hè? Als je tegen iedereen gewoon normaal doet. Alles maar willen veranderen. Vooral een heleboel dingen willen. Mij in een bepaald licht willen neerzetten of zo. Uiteindelijk gingen jullie plagen helemaal nergens over. Hebben jullie alles voor niks gedaan? Heeft het jullie alleen maar geld gekost? Zijn jullie zelf alleen maar in het slechte daglicht komen te staan? En jullie genieten toch van het duister waar jullie in zitten? Jullie kunnen het niet aan de buitenwereld laten zien. Maar dat gaat nu dus wel gebeuren. Zometeen, jullie zooitje of dat wat hier dicht mee te maken heeft, zogenaamd mij boos aankijken of zo langs me kijken. jullie doen het, hè? Maar de spelletjes die zijn al zo lang mee, zo. Uiteindelijk ben ik niet op zoek naar broodkruimels die jullie van me gestolen hebben, whatever, stickeren. Je hebt uiteindelijk gewoon een verkeerde willen opofferen. Om dan gewoon te zien dat alles om me heen zo. Een hele community gewoon, een hele cult opgericht. Waar we een heleboel mensen wel samen wouden werken. Ja, met z'n allen tegen één. Dachten ze. We horen gewoon de hele nieuwe... Sodom en Gomorra is. Als je dat niet weet, zou je ze jezelf moeten informeren. Zie je meteen ook al die homo's? Kan je gewoon het hele verhaal lezen? Snap je echt wat er in de Bijbel staat? Zo zou je in meerdere geloven dingen kunnen vinden wat er nu gaande is. Ja, jullie lopen allemaal graag achter het slechte aan, toch? Het is toch echt niet dat mensen nu nog blij hoeven te doen die elke keer niet gekomen zijn. Ja, blijf lekker in je stoel zitten. Hoeft niet met manipulatie te komen. Brainfuck. Uiteindelijk is het gewoon wat het is. Mogen mensen me geven wat voor mij is en mogen ze loslaten als ze denken dat er iets te winnen valt. Uiteindelijk weet ik zelf wel, ik ben gewoon mijn eigen sleutel. Ik heb jullie...
Jullie deuren niet nodig, die mogen dicht blijven. Ik ga ook geen deuren voor jullie meer openen. Jullie konden hem allemaal omhoog liften, maar jullie kozen er zelf voor om slangen te zijn. Een heleboel eromheen wat Scooby-Doo zich gedraagt. Ook al lang aan me toe had kunnen komen, dus whatever. Mensen ook niet meer hoeven te komen. Het allerlaatste was toen ik mijn testimonial video naar buiten bracht op 5-9. Niemand hoeft met bloemetjes aan te komen. Die na een weekje weer dood zijn, daar heb ik niks aan. Vind ik prima als jullie hoofd. Draai je hoofd maar weg, dus dat is wat ik ook doe. Maar ik kan het terecht doen, maar jullie doen het omdat jullie bang zijn. Weet hoe smerig jullie zijn. Mij willen behandelen als een dier en jullie zijn die dieren en daarom gedragen jullie je zo. Oh, we denken dat jullie beter zijn als wij. We dachten dat jullie gras groener, want het is nep. Ja, dus bij mij zie je af en toe kale plekken. Of is het net gezaaid, moet het nog groeien. Zie je er inderdaad allemaal wat voor jullie in jullie ogen misschien onkruid is. Waar ik gewoon lekker vind ruiken of er mooi uit vindt ze. Jullie allemaal maar het er allemaal perfect uit laten zien. En dan geven jullie allemaal geld vooruit. Ik heb geen geld en dan gaan jullie dat willen vergelijken met hoe ik leef. Dus ik ga en dan vanaf mijn ga vergelijken met niks hebben en dat ook wegrekenen en dan alles wat jullie hebben ook wegrekenen en dan gewoon kijken wie ik ben en wie jij bent. Zeker als je masker afvalt en iedereen je smerigheid ook ziet. Ik geen smerigheid heb, want anders heb ik het zelf in mijn video's benoemd. Ben ik wel gewoon mijn eigen karma aan het oplossen, ben ik gewoon. Desnoods is het biechten. Toch, ik biecht openbaar. Ik hoef dat niet in een hokje te doen waar alleen een priester dat hoort. Want ik heb geen schaamtas. Ik heb altijd meer op mijn borst genomen als dat. En daardoor een hogere straf gehad dan wat ik eigenlijk verdiende. En dat vanaf hoger God dat ook ziet. En dat al die mensen me daardoor tekorten willen doen, terwijl ik daarmee hun heb geholpen. En ook mensen zijn. Die een heel andere toekomst zouden kunnen hebben als ik toen, als een vieze rat, alles eerlijk aan het zeggen was en mijn eigen onschuld overal aan het zoeken was. Jullie misschien niet, maar ik mezelf wel gewoon bij het plaatje kon zien. Ik zelf al 10.000 keer had weg kunnen lopen, maar de medeplichtigen omheen blijven hangen. Waardoor de bedreiging groter is, want er is een groep. Ja, als we allemaal. Als ik toen wel die bal had of zo. En weggelopen was, waren misschien wel meer mensen weggelopen. Dan waren alleen de heethoofden daar, waren ook alleen hun die iets gedaan hadden, waren gepakt. Dus ja, ik ben gewoon medeplichtig. Dat is ook gewoon dom onwetendheid. Ik ben een tiener, ik was 13 jaar, ik kwam net om de hoek kijken. En voor de rest heb ik gewoon qua overtredingen in het verkeer of zo, gewoon mijn boetes betaald. Allemaal ook niet expres gedaan, ook niet expres aan het hard rijden of zo. Mijn eerste boete in Alkmaar, wij daar 80, daar 100, daar 80, 100, 120. Ik volop aan het opletten, maar oh man, die was maar 80. Ja, te laat. Wegnemen, wat maar éénrichtingsverkeer is, maar vier bussen naast elkaar geparkeerd kunnen staan. En het gaat om een weggetje van 20 meter. En ik alleen maar in mijn spiegel bezig ben, want er rijdt een politieagent achter me. Hij me niet daar gewoon aanhoudt of doet van, en ik dan gewoon zeg, oh, sorry meneer, ik heb echt net mijn rijbewijs, kijk. Nee, die gaat 2 minuten achter me aanrijden. Ik doe niks verkeerds, dus na een tijdje komt hij me dan maar aanhouden. Dus eigenlijk hopen dat ik. Ik weet niet, als er ASO of Express of aan het afsnijden, het was helemaal omrijden wat ik aan het doen was juist. Dat had hij ook achter kunnen komen, maar hij wil zijn puntjes scoren. Ik, nou ja, oké, okay, hier mijn rijbewijs, ik werk toch wel weer mee. Jullie allemaal sneaky achterbak zijn gewoon. Ik niet. Uiteindelijk heb ik er ook gewoon geen tijd meer voor. Zitten jullie echt op een lage frequentie
frequentie waar ik gewoon niks mee te maken wil hebben. Kunnen jullie me alleen maar naar beneden halen? En kan jullie gewoon niet omhoog halen, want jullie niet eerlijk zijn. Jullie willen, jullie kunnen niet omhoog liften met mij. Nee, jullie willen het stelen. Ja, er komen zulke grote veranderingen, daar gaan jullie van schrikken. Gaan jullie al jullie belachelijke zooitje, jullie gaan jullie zo erg schamen. Uiteindelijk gaat ook gewoon het hele team in één keer. Hè. Dus je moet niet denken dat je hier en daar 1, 2 arrestaties ziet en dan denken dat ze jou volgende week komen halen of zo. Als het gaat, gaan jullie allemaal in één keer. En het lijkt wel alsof jullie het aan het uitstellen zijn. Ik zie het eigenlijk al een week. Jullie gaan zelf wel, wanneer jullie achter de tralies zitten, tot het besef komen waar jullie begonnen zijn met de fout ingaan. En niet vanaf jullie gierige punt, maar hopelijk terugkomen bij de liefde die je eigenlijk voor me had. Zeker de mensen die van me hielden en toch wel mijn moeilijke kinderjaren hebben meegemaakt. Dat zogenaamd willen uitwrijven of ik dat nu ben. Terwijl ze de hele rit ertussen ook gewoon hebben meegemaakt. Daarom is er zoveel verraad. Maar lang aan die echt niet meer gaat om alleen gerechtigheid. Want ondertussen ben ik met meerdere dingen tegelijkertijd bezig. Hoef ik geen octopusje te zijn, is het gewoon hetzelfde gezicht, zit er alleen af en toe een zonnebril op. Uiteindelijk is er niet alleen dus erfenis en dat allemaal, maar gewoon wat nu allemaal van mij gestolen is. En het leven van wat ik nu, of wat ik leidde, zo overhoop gegooid is. Andere mensen, echt zoveel zondes om dan echt andere mensen weer dingen willen inkleuren, wel alsof ze in een wespennest zitten, om dat bij mij te verzachten ofzo, waardoor mensen niet inzien dat ik echt in een wespennest zit. Maar whatever. En hun willen die bangigheid wrijven, want jullie in emoties zuigen. En je moet niet met je emoties hangen, je moet gewoon luisteren wat ik zeg. Gewoon braaf zijn, met je bek luisteren. Die is goed, hè? Nee, maar uiteindelijk word je er chagrijnig van. Als streng doen niet meer helpt, en het bloed onder je nagels vandaag gehaald mag worden, maar je mag niet iemand slaan. Maar wacht tot je in bed ligt, de droom om daar iemand aan te pakken. Daar zijn andere regels. Hier zijn gewoon regels waar ik vind dat iedereen zich aan moet houden, dus ik ook. Dus, ondanks alles wat er gebeurt, weet ik ook gewoon dat ik niet aan het werk ben. Dus ik hoef geen mensen op te pakken. Ik hoef niet de boel te analyseren. Ik hoef niet. Ik heb toch geen functie aangenomen om daar trots mee te doen, geld uit te geven, blij mee te zijn, heel gezinnetje mee te leiden. Nee, ga maar wat doen voor je geld ook dan. Moet ik even met de mensen horen, niet eens meer wat je zegt, joh. Gaat het ene oor erin, het andere oor eruit. Gaan mensen echt alle intenties die mensen bij mij hebben willen neerleggen. Alle brainfuck waar mensen mee bezig zijn geweest, waardoor andere mensen weer niet zijn gaan luisteren. En, uiteindelijk, whatever, gaat het inderdaad alleen nog maar over mij, ja. Waar jij om je heen gaat kijken en ziet van, wow, het gaat echt alleen nog maar over Ian. Niet alleen in mijn video's. Gewoon alles en iedereen die dingen aan het napraten is. Het is echt verschrikkelijk. Ondertussen mijn vibratie maar naar beneden in halen. En, ondertussen stoer en leuk doen met iedereen dat ik mezelf aan het isoleren ben. Uiteindelijk, iedereen weet sowieso wanneer de winterslaap voor Ipi eraan komt. Dat je me gewoon echt niet ziet. Ondertussen een heleboel mensen in de stad en ik het in de koffieshop ook al heb uitgelegd. Fuck jullie. Waarvoor ik hier binnenkwam is niet om 2 minuutjes in de rij te staan om daarna even 2 minuten blij met jullie te doen en weer naar buiten te gaan. Ik kwam hier binnen om
zitten, te communiceren met mensen. Dat hebben jullie allemaal afgenomen met jullie meegaan met dat stomme rookbeleid. En die eens tegenvechten, dat verstoppen we onder de corona-eisen. Er zijn nog wel nog meer afzuigsystemen moeten ophangen. Desnoods het hele plafond, één afzuigsysteem. Maar nee, alles maar gierig voor geld en whatever. Dus als je ergens binnen wil zitten, ga je maar in een kroeg zitten of in een bibliotheek. Maar dat waar de straat zich lekker voelt, nee, stik maar. Gaan we lekker op straat rondhangen. Ik zeg eerlijk, dat is het enige wat van me afgepakt is deze tijd. Omdat daar al, ja. Gewoon hoe ik wou met dat StreamYard, zeg maar, en hoe ik deed. Ben je een vervanging? Koffieshop was gewoon binnenkomen en ik chillde met iedereen. Ik ging aan de bar zitten, ik had mensen waarmee ik damde, waarmee ik triktrakte. Ik kende het hele personeel, ik was met iedereen gewoon chill. Een bemoeien al, veel te nieuwsgierig. Overal kreeg ik wel een snauw, mensen groot genoeg om sorry te zeggen. En hoe mensen die wist niks van me moeten, daarna niet meer omheen kunnen. Mensen die me haten, wat niks kunnen doen omdat ze zien met wie ik chill, wie me mogen. En die dingen zeggen, ja, als het te gek wordt, grijpen ze natuurlijk wel in. Maar tegelijkertijd ook iets hebben van, hé, is jouw probleem, ik kom je niet helpen of zo. Hè? Andere mensen die graag meelopen eromheen hangen, af en toe bij willen testen, krijg je gewoon skotjes, kan je mondsnoer, kan je weer afdruipen, prima. Iedereen die wil testen met spelletjes, je hoort mij echt gewoon stoer doen alles. Ik ben koning damme. Iedereen wil testen. Sommige boys in de rij staan met een wiet halen, maar die praatjes horen hebben een beetje mee zien kijken en denken dat ze me wel aankunnen. Omdat ze naar het spel van die anderen aan het kijken zijn en niet snappen dat ik me daarop aanpas. Om daarna aan te schuiven ook papa gram op te krijgen. Iedereen hè? Iedereen. En daarom snap ik gewoon niet waarom mensen willen doen alsof... Alsof ik down ben of zo, alsof ik niet cool ben. Ik geef iedereen pangrol met alles. Zeker met mijn grote mond. En daarom is het echt gewoon. Jullie hebben door. Ik weet niet of jullie hebben misleiden op het internet. Rond die trend daar, zeg maar. Of mensen hier al. Vanaf de basisschool. Die er dan in een parkje pas achter moeten komen. Dat ik al aan het uitlachen ben. Vanaf het moment dat ik je zag. Ik jou al zag, maar doorliep. Jij wou wat wel laten blijken, toch? Alles maar doen om het te proberen manipuleren. Maar vooral om andere mensen te manipuleren, want ik trapte er niet meer in. Ik was meteen vanaf het begin wakker als je mijn eerste video snapte. Uiteindelijk ging het vanzelf wel inkleuren wie er nog meer bij hoorde. En iedereen die gaat snappen dat ik je uiteindelijk alleen maar heb geholpen. Ook daar waar het even pijn deed, omdat ik het niet eens ben met wat jij aan het doen bent. Jij misschien wel, maar hè, is mijn mening. Als jij daardoor iets kon veranderen, in ieder geval hoe de rest dan naar je gaat kijken. Denk dat een heleboel mensen zich bijgeschaft hebben, niet alleen mij aan het nadoen waren. Gewoon meer bij hunzelf aan het komen waren. Door dat fake it till you make it. Uiteindelijk voel je iets toch? Heb je jezelf geopkruid? Zit er een parasietje in door je heen? Als je het als een parasiet wil zien, hij mag het. Uiteindelijk hebben het jullie allemaal nergens heen geleid. Al die spelletjes allemaal voor niks. Alleen met jullie zelf in de vingers aan het snijden. En daarom alles wat gestolen wordt, dat komt vanzelf terug. Hoor. Anders echt keer 10, dat snappen jullie ook niet. En jullie zijn wel met de love one. Universele wetten. Kunnen jullie niet eens aan de 10 geboden houden. En anders kunnen jullie ze niet inkleuren met de Marwans en de NNOF's. En anders kleuren jullie het zo in dat het voor jullie uitkomt ofzo. Ik ben al lang al blij dat ik vanaf dat de gekkigheid begon, dat ik meteen iedereen van Facebook heb gegooid. Iedereen wat op internet aansloot, zeg maar. Om uiteindelijk gewoon die hele Facebook weg te gooien, whatever.
Maar ik ga communiceren met mensen. Waar ik niet een YouTuber worden of zo. Hè? Dan gaan mensen met mijn informatie groots proberen te doen. Zie ik alleen maar een trutje me nadoen. Die er steeds ouder uit begint te zien. En iedereen met wie die leuk deed om mij te pesten, hoort in één keer ook niet meer erbij. Terwijl ik vanaf dag één zeg dat het erbij hoort. Een half jaar al uitlegt dat het fake hangt in de chat. Elke keer duurde 3 maanden voordat hij er zelf ook achter komt. Ziet ook iedereen, dat is toch ook grappig. Nou, als mensen spelletjes willen spelen, dan moet je ze af en toe ook illusies intrekken. We zijn op 4D bezig, jullie kijken alleen een filmpje. Dus iedereen die er iets van voelt is gewoon een droeftoeter. Uiteindelijk zit iedereen op zijn 4D, dan komt iedereen binnen. En dat is mijn voordeel vergeleken met de mensen die me voorgingen. Zeker hun die 37 jaar geleden iedereen gingen, 39 jaar geleden. Alles wat hiermee te maken. Vooral blijf chatten op en je berichtje sturen en zo. Niet snappen dat alles meegelezen wordt. Als je niet bij fantasieën kan komen, hé, maar een dom laat maken. Veel mensen hebben echt verkeerde pad gekozen. Nee, maar denk, dat is op het goede pad. Ian is gek. Straks alles klaar is, gooi ik al mijn video's. Ook wat ik op nog op privé heb gehouden, wel gewoon herhaling is, whatever. Gooi ik al vrij, mag iedereen gaan lachen. Mag iedereen ook de verschillen gaan zoeken. En hun die dan wel snappen, meteen alle easter eggs begrijpen. En dat koppelen aan alle chats. Gaan mensen zich helemaal detectives voelen? Kunnen ze analyseren en zo? Gaan ze echt denken, wow, die Nederlandse overheid, al die instanties. Kijk hoe zwak ze zijn, wat hier allemaal in zijn eentje doet. En omdat jullie weten waar jullie moeten kijken en het ook gewoon kunnen. En de overheid alles meekijkt, hè? Dus allang al wat moet oppikken. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Gaan we laten zien dat wij op de straat veel verder zijn dan hun die daar in die papiertjes hangen. En omdat ze wel de steun, de liefde en ouders hadden met geld die ze omhoog. En dan maar denken dat ze beter zijn dan ons. Dat zijn die mensen die gevallen. Mensen die dachten dat ze beter waren als iemand. Als narcisten dachten dat iets voor hun was. Terwijl het aan iemand anders gegeven was. En is het echt nog? Is de waarde denk ik groter van wie ik iets krijg? Als wat ik van diegene heb gekregen. Zeker die informatie achterhouden. Die relaties gaan allemaal nergens om weg, man. Alles wat echt om jullie heen zat. Niks van jullie verwachten. Jullie niet aan het veranderen was of zo. Jullie gewoon jullie zelf mochten zijn. Nou, jullie hebben gewoon. Er zit gewoon geen passie in jullie. Er zit geen liefde. Echt, jullie. Echt. Komt echt beter. Ik denk met zoveel mensen hebben echt een ziel denken dat ze een ziel verkocht hebben. Ja, hij is gewoon nog. Jullie hangen alleen in het duister. Dan hou je jezelf voor de gek. En ik weet, mensen houden niet van de waarheid. Maar na een tijdje is dat ook vanuit mijn onvoorwaardelijke liefde jullie het meest pijn kan doen. Klinkt hard, weet ik. Maar uiteindelijk is het klaar, toch? Moet ik wel bij mezelf blijven. Dus kan ik niet mezelf tekort doen. Dus houden we het eerlijk. Heel simpel. Kon je aan mijn kant staan of afzijdig houden. Waar je sneaky achter de gordijnen mee doen, toch? Is het echt dat nummer van Tupac, hit him up. Fuck you and your motherfucking mama. Kill all your bitches. Ze zijn allemaal niks.
Zes bijfiguurtjes. En dan zei ik, als je je ziel hebt verkocht, dan ben je gewoon empty shell waar gebruik van gemaakt kan worden. En dan maar raten, iemand die bij zichzelf wil blijven. Jullie donders goed weten de pijn wat ik sowieso heb in mijn rug. En de ene keer mijn heup, de andere keer mijn nek erbij, de andere keer weer schouder, weet ik het allemaal. Ik ben energie goed moet verdelen. En wanneer ik bij jou was, was ik in ieder geval normaal aan het doen. Kon je mij wel vertrouwen? Wist je ook dat je me kon vertrouwen, anders was je er niet mee bezig. Maar ondertussen wel bezig met die sneaky spelletjes. Dat is gewoon energie kapen. Staan jullie allemaal 10-0 achter voordat jullie begonnen met dit hele spelletje? En mijn maskers blijven dragen. Hey, wanneer ik jullie werkelijke intenties naar boven toe breng, dan allemaal piepen. Dan is het ook get the fuck up out of my way. Als je niet bent wie je bent, moet je wegwijzen. Niet aan mijn sleutels zitten. Uiteindelijk kunnen jullie er toch niks mee, hè? Jullie weten niet eens waar jullie deuren moeten zoeken. Ook nogal, ook dat proberen te stelen van. Maar alles van mijn pad weghalen. Gewoon mijn bruggen verbranden. Niet snappen dat ik ze gewoon zie. Maar het is niet meer van mij, nee, als het vervuild is. Uiteindelijk de enige die dingen kon fixen was ik. De enige die jou omhoog kon helpen was ik. Maar je bent jezelf naar beneden aan het brengen. Omdat je sneaky alles aan het kapen was. Uiteindelijk ben je alleen maar met broodkruimels bezig. Zeker dat internet. De familie zal goed gesnoept hebben. Hun upgradejes hebben gehad. Studies en zo, nieuwe auto's. De ene update na de andere update aan het huis. Zullen wel meer familieleden ervan geproefd en gesnoept hebben. Is iedereen erop vooruit gegaan. En iedereen erop vooruit en allemaal mij niet helpen. Nee, me nog minder aandacht geven. Nog meer psychologische spelletjes. En maar roeren in ketels en alles voor me verpesten met hun geroddel en geliegen overal. Uiteindelijk was ik gewoon niet waar jullie naar op zoek waren. Maar kan je er gewoon niet omheen. Ja, uiteindelijk zijn jullie gewoon allemaal domme mensen om me heen. Het lijkt echt. En wat denk je dat ze slim zijn? Vooral die mensen die voornamelijk veel praten en niet kunnen luisteren. Maar het zou graag allemaal weten. Dat ze niet eens geluisterd hebben. Soms moet je dingen, gaat het op een harde manier, dat je dingen moet leren, wakker geschud moet worden ofzo. Ja, eerst dat ik dit toepak, Michael Jackson, hè? Die hebben me wakker gemaakt. Dat is die energie, daar kan je niet meer omheen, joh. Kan ik allemaal uitleggen, dat ik mijn ogen dicht doe, dat het gewoon licht is. Maar maakt niet uit wat ik vertel. En ik ben de enige die sterk genoeg is om er ook doorheen te kunnen. Zometeen corona update voor jullie. Zonnevleer eroverheen. En jullie maar huilen om de vliegtuigstrepen. En ik ga die hele bloedlijn gaat gewoon starten we een nieuwe.